Binnen de beeldverwerking doen we wetenschappelijk onderzoek naar het analyseren van medische beelden. Met behulp van computers ondersteunen we de arts bij het stellen van diagnoses en prognoses en bij het behandelen van patiënten. Zo vormen we een kennisbrug tussen de wetenschap en de klinische afdeling van het UMC Utrecht, zoals de radiologie en de radiotherapie, maar ook bijvoorbeeld neurologie, orthopedie, pathologie, reumatologie. Het is een bekend verschijnsel dat mensen slecht zijn in het beoordelen van de grootte van een object. Door een object in een ander perspectief te plaatsen, lijkt het opeens van grootte te veranderen. Het is nog moeilijker voor het menselijk oog om licht en donker goed van elkaar te onderscheiden. Dit maakt het bijna niet mogelijk om de absolute intensiteit van een object in het beeld te bepalen. Een computer heeft hier geen last van. Vanuit de kliniek wordt steeds meer gebruik gemaakt van CT- en MRI-scans. Daardoor moeten artsen steeds meer en meer complexe beelden beoordelen op afwijkingen in structuur en functie. Het beoordelen van medische beelden is een kostbare en tijdrovende zaak. Met behulp van software ontwikkeld door de afdeling beeldvorming kunnen veel van deze taken door de computer worden overgenomen. Dit bespaart veel tijd. De software wijst de arts op mogelijke afwijkingen, wat de kans op fouten in de diagnose verkleint. Reuma is een aandoening van de gewrichten en treft steeds meer mensen. Het onderzoeken van de handen en voeten van een patiënt met pijnklachten, die mogelijk een reumatische aandoening heeft, is tijdrovend. Met behulp van beeldverwerking kunnen röntgenfoto's van handen nu automatisch gescoord worden. De eerste stap is het automatisch vinden van de vingers in een röntgenfoto. De tweede stap is het automatisch detecteren van de verschillende gewrichten in de hand. Op basis van deze lijntjes kan de computer automatisch bijvoorbeeld de grootte van de gewrichtspleet meten en op basis daarvan een waarschijnlijke diagnose stellen. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. CT-beelden bevatten waardevolle informatie over de ernst van de afwijkingen. Zo is de mate van aderverkalking in een CT-scan een onafhankelijke maat voor het risico op een hartinfarct. Het beoordelen van de CT-scan is een moeilijk en tijdrovend proces. Daarom heeft de beeldverwerking een algoritme ontwikkeld om deze verkalkingen automatisch te kwantificeren. Alleen de verdachte en moeilijk te kwantificeren gebieden worden nog apart aan de expert aangeboden ter controle. Op deze manier kan zeer efficiënt het risico bepaald worden voor elke patiënt. De komende jaren zullen diverse nieuwe methoden en technieken die ontwikkeld zijn in de beeldverwerking hun weg vinden naar de kliniek. Dit zal leiden tot meer betrouwbare diagnoses, tot efficiëntere en ook effectievere behandelingen en mede daardoor tot kostenbesparing. En daarvan zullen de patiënten dus in alle opzichten profiteren.